Goedendag iedereen. Vandaag iets heel anders. Ik ga niks ontwerpen of zo, niks maken. Het staat hier. Het is een naaimachineke. Een Singer. Een goede stevige oude Singer. Enfin, een stikmachine voor leder te stikken. Ja, dat heb ik nodig. Ik ben dat van aan, dus dat blijkt een Singer te zijn. Een heel oude dosduvel. Maar dat zijn wel de sterkste. Best in kwaliteit voor gewoon stikwerk. En ook voor stikwerk zoals leder. En natuurlijk geen dikke stukken leer. Want ik zou mijn clownenschoenen willen kopiëren. Ik heb leer genoeg dus. En ik zou mijn schoenen zelf willen maken. Want die dat ik gekocht heb, dat was zo leider van Keske Scheet. Dat waren wel schoonschoenen. Ze zijn toch wel een jaar of 4, 5 meegegaan. Dus dat ik daarmee uitsteek. Ik heb ze al een paar keer moeten repareren. Hoor. Een rond riemetje voor met de pedal zo. Weet je? Pedal? Dat heb ik ook nog gesteld. Kan ik niet gebruiken. Proper gezien is, dan gaat het allemaal veel beter, hè? Ja, maar ik heb daar zo'n toeltje voor daar in die naald te steken, dan trek ik die een draad daardoor. Ken je dat? Zo'n aluminium disje met een fijn draadje dan. Dat deed daar niet voor. Dat is voor je een draad door je stof te trekken. Echt waar. En toestaken we door de naald. Alsjeblieft, dames en heren. Zonder bril. Dat is wel fijn. Nu gaan we een keer kijken. We gaan een keer kijken, want hieronder hebben we zo een spulletje. En daar zit nog draad op, kijk. Dat is het onderste bobijntje. Zit in dat spel. Gelukkig dat er dan nog in zit. Want als je dat niet in hebt, dan zet je gezien. En ik ben dus niet gezien. Zijn we er, hè? Voilà. Alsjeblieft. Twee draden komen eruit. Eén boven, één onder. En nu pakken we een vod. Ik heb hem voller genoeg. Hier. Nee, we moeten een vod pakken. Zo. Dat is een vod. We steken die vod eronder. We doen hem hier van achter naar beneden. Hopla. Ziet dat je dat allemaal weet. Hè? En dan gaan we een keer stikken. Dat stikt in de verkeerde richting. Zie je dat dat? Hè? Ja. En mensen, die doet het nog goed. Daar kan ik samen aan zo'n machine. Dat is ongelooflijk. Dus trouwens dat is. Naald omhoog, altijd omhoog. Dat zit meer vast. Er is vast. Nou ja, volgens mij. Zo. Heeft toch iets gedaan wat ik niet moest doen? Hij is een zwarte draad mee naar binnen getrokken. Waarom heeft hij dat gedaan? Dat weet ik. We willen de stikken zien. Zo. Kijk een keer. Dat is toch warm, dus dat staat ongeveer op 3 of 4 mm. Dan zijn we. Dan is het in de sequest. Dus heb ik daar een motor van. En dat zijn sterke motorkes. En dat ik de motorken hier ergens kan vastmaken. Dan maken we een riempje daar rond. Dat moet wel gaan. Zo, we gaan aan de kast beginnen. Die moet gezaagd worden op 10 cm van het zaaglot. Dat is het zaaglot hier. En dat staat dat ik ga gebruiken. Ik ga gewoon MDF gebruiken. Dat is allemaal goed. De tandjes komen kijken. Is dat genoeg? Zo weet. 4 mm erboven.
Dan gaan we zagen. Kun je goed, hè? Zo, voilà, dat is de afkortzaag. Dat is eigenlijk een, ik weet niet meer hoe dat noemt, maar dat is een zaag. Een radiaalzaag, staat erop. En een radiaalzaag, dat is een zaag om af te korten bijvoorbeeld. Hè. Je kunt dat spel ook onder aantal graden zetten, dat je moet hebben voor af te zagen. Maar wat hebben we ook nodig, dat is lel en trik. Zo, dat is mijn bakje. Nee, ik ga dat niet in elkaar vijzen. Nee, ik ga dat in elkaar plakken en nagelen. Waarom? Dat is MDF. Dat barst eigenlijk niks. Als ik daar een nagel in steek, dan gaat het dat ook doen. Maar niet zo ver als dat ik met een boor ga. Maar eigenlijk kan ik even goed voorboren, hè. Peter boren. Peter boren. Ja, Peter, boort dat en zag me. Ja, ik. De machine steekt in zijn koffer. De motor hangt eraan. Dat is goed. Dat is goed. God, zou je eens willen. De motor hangt eraan. En nu moet ik nog juist het riempje voorzien. Dat moet een rond riempje zijn. En dat gaan we dan maken. Hè. Oh ja. Ja. Waarom heb ik repeleer gesneden? Al afgescheurd. Ik ga die op elkaar lijmen. In leder is een trekkracht. En die trekkracht
die zit in deze richting. Rekening mee houden, hè. Dus, wat ga ik doen? Ik ga die op elkaar plakken. Twee remmetjes zo, op elkaar plakken. En ga ik er andere twee ook op elkaar plakken. En die ga ik daar achterna, zo tussenin, naaien. Maar ik ga dat zodanig doen, dat die mooi verlopen. Dus, wat moet ik doen? Hier moet materiaal af. En dan deze, twee die op elkaar komen, moet er materiaal ook vanaf. Deze aan de binnenkant en het andere aan de buitenkant. Dus we pakken ons mesje, ons stanleermes en we snijden daar zoveel mogelijk. Dat gaat niet goed. Oké, dan pakken we iets anders. Oké, dus zullen we daar nog afdoen. Ik heb geprobeerd het stanleermes, maar het gaat niet. Maar ik heb deze nog. En dat is een Japans mes, speciaal gemaakt voor mij door een Japanner van Japan. En die mens die heeft dat zo goed gemaakt als een smid. En die kent er wel iets van. Die heeft dat gemaakt van ers. Zodat de Japanners in zwaarden maken. Zo is dat gemaakt geweest. Dat kan ik niet. Daar hou ik me ook niet mee bezig. Dus kan ik het niet. Zo, dat is de ene kant. Aan de andere kant, hè, ga ik nu toch zo doen. Zo. Hopla. Zo. Zo, een vermis dat het daarin trekt. Zullen we dan nog eens. En dan pak ik mijn warm luchtpistool. Dan maak ik dat goed warm. Om die lijm heel goed te laten hechten. En nu komt dat je dat weet. Mijn papa was de schoenmaker. En ik heb zelf nog bij Mr. Minute gewerkt. In de jaren 90 denk ik dat dat was. Dat was al lang geleden, hè. In de jaren 90. Dat is die jaren stilletjes, hè. En bij Mr. Minute. Dan gaan we dat onder een warmtelamp. Een ovenke. Maar dat heb ik niet, dus.
pak ik mijn brander en een blauwe. Kijk, hier is een trap. Oh, ik denk dat het is. En die gaan we nu gebruiken om te verwarmen. Oké. Dan ga ik dat er allemaal afloppen. Anders gaat dat eerst zelfs aan vast plakken. En dat hebben we niet graag. Zo, weer prima te plakken. Deze draaien we om. Deze is de buitenkant. Deze is de buitenkant. En deze twee die plakken we op één. Zo, plakken en nooit vergeten. We lopen al weer toe. Dan gaan we de lengte. En dan. Dan ziet het er wel zo uit. Zie je het? Ja, zo. Dat is de buitenkant. En dat is de binnenkant. Die twee worden zelfs aan elkaar geplakt. Dat is deze kant, en dat is de hele kant. Door erop te kloppen, vulkaniseerde dat eigenlijk. Dan trekt zich dat goed in elkaar, en dan komt dat goed. Nu wordt het moeilijkste, want deze. Dus een deel plakken. Dan moet het zo goed mogelijk zijn. Alright. Straks snij ik de kanten terug los. Deze kanten hier. Ik ga die niet te vast doen, ik ga die een beetje van intrekken. Want daar moeten we weer dezelfde verbinding gaan maken. Als dat ik nu gemaakt heb. Ik zal dat sowieso moeten losdoen, want ik weet nog niet hoe lang dat moet zijn. Dan moeten we het nog rond maken. Ja, want dat moet een ronde. Oké, we kloppen het vast. Zo, dat heb ik gedaan. Ik heb nog eens geprobeerd. Ik moet hier eigenlijk een keer de veerhoekjes afnemen. Ik heb een groefje gemaakt en een stukje uit. Dan haak ik mijn mes daar zo tegen. Als ik die dan trek, dan snij ik die er juist af wat ik moet dan afhalen. Dus juist heb ik dat zo gedaan. Ja, dat moet dan afzetten.
de maat genomen. Ja. Dan heb ik dat afgetekend. Hier een streepje. En hier ook ergens een streepje. En hier een streepje. En wat gaan we nu doen? Nu ga ik dat eerst zo afsnijden. Terug open splijten. Hier de binnenkant afdoen. Deze afsnijden. Niet open spuiten, maar de buitenkant afdoen. En dan plakken we dat in elkaar. Dan hebben we onze riem. Dus, wat hebben we gedaan? Dat was de machine. En hier is de poot. Dat is de machine met... zie je? En ik heb daar een monterken onder gezet. Van een oude dosdevel. Onder een andere oude dosdevel. En in een kist gezet. In een doos, een kast. En dat marcheert, hè. Dus, ik ben blij. Je kan ook gaan stikken. Kost wel stikken, hè, maar nu in mijn sewmachine kun je leder stikken. Dat is straffend toebak, dat is volledig mechanisch ijzer allemaal. En niet te veel bazaar aan, dat kan plooien en krom trekken. Hè, want dat is voor een dingenmachine nodig. Hè. En een goede straffe moteur. Oké. Dat is mijn werk voor vandaag. Voilà. Alsjeblieft. Salut. Groetjes aan ik weet niet meer. Dag.